Welkom bij kluiswinkel.com. Vandaag behandelen we de CFW 20201 van Sentry, documentenkoffer. Het is de opvolger van de F2300, de meest bekende documentenkoffer van Nederland en eigenlijk van Europa en Amerika. Een grote verbetering van deze versie is dat er een andere sluitmechanisme is, die niet meer ingedrukt hoeft te worden, maar gewoon losgehaakt kan worden. Nog een grote verbetering is dat er een handvat bij zit. En hij is iets lichter geworden, dus dat hij makkelijker mee te tillen is. Vaak zie je op YouTube ook dat deze makkelijk opengebroken zou kunnen worden, de F2300, de eerste serie. Nou, dat kan hier dus ook niet, want deze heeft een cirkelslot die een stukje veiliger is. Maar ja, het is een documentenkoffer, bedoeld om je documenten tegen vuur te beschermen en niet als kluis. A4'tje past er makkelijk in, dus actes en dergelijke kunnen er makkelijk in. De koffer is... beschermt alles wat erin zit, data, papier, voor 60 minuten bij 957 graden en beveiligt ook nog tegen water. De Sentry CWF.